Moelle Koeri, mag ik dat zeggen? Ja. Ik bedoel positief. Ik ben er blij mee. Het is je gegund, man. Ja, dankjewel, man. Je hebt hard gewerkt, hè? Ja, man. Heel hard gewerkt. Ik heb net ook al eerder aangegeven. Het is natuurlijk teleurstellend als je op de bank begint. En voor mij, ik heb dit gewoon met een positieve kant bekeken. En ik heb gewoon altijd hard gewerkt. 100% getraind. Je ziet ook bij de goals die ik maak dat de jongens met me meekomen juichen. En dat ze blij voor me zijn. En ja. Ik ben er blij mee, maar vooral blij met de 3 punten die we vandaag behaald hebben. Ja, ik sprak met je na afloop van Sparta dat je die assist had. En toen vroeg ik van, gaan we dan nu met Mo El Ankouri zien? En volgens mij heb je jezelf bewezen vandaag. Ja, klopt. Ja, dat is wat ik toen zei. En, ik moet gewoon zorgen dat ik deze lijn doortrek. En vooral positief blijven. Hard werken, 100% geven. En hopelijk maak ik er nog meer en kan ik nog belangrijker zijn voor het team, zoals vandaag. Nou, iedereen, heel veel mensen zijn kritisch op je geweest de afgelopen tijd. Ik ook. Heel veel mensen. Ik kan me voorstellen, er zat ook soms niet onderbouwde kritiek tussen. Ik zag een klein vingertje naar de mond zo. Een kleine sush naar de... Nee. Nee, zag je niet goed. Dat was een duim. Dat was een duim. Ik word vader. Hey, gefeliciteerd, man. Ja, dankjewel. Tof. Hoeveel maanden nog? Februari ongeveer. Oh, dat duurt niet meer zo lang. Nee, dat duurt niet meer zo lang. Dus dat was naar je kleine alvast. Ja. Ah, leuk, man. Nou, dan scoor je zowel binnen als buiten het veld. Dus. Ja, zeker. Goed, dus misschien wel een mooie tijd die er dan nu aankomt. Ja, zeker. Hele mooie tijd. Goed, je hebt hard gewerkt. Het was een spannende wedstrijd. Jullie hebben met z'n allen hard moeten werken voor deze zege. Het ging niet met moeite. Het ging met moeite, laat ik het zo zeggen. Ja, zeker. Ik denk dat we eigenlijk goed op voorsprong komen. Daarna doen we het zelf. Een beetje slordig aan de bal af en toe. Maar al met al blij met dat we hem weten om te buigen van 2-1 naar 3-2. En dat we de 3 punten vandaag hier hebben gepakt. Wist jij nog bij te houden dat laatste kwartier? Doelpunt hier. Wist jij nog bij te houden dat laatste kwartier? Doelpunt hier, doelpunt daar. Of ik bij te houden was? Ja, voor jou. Bij het spel hier, bij het spel daar, doelpuntje hier. Ja. Was knotsgek toch? Ja, was knotsgekke wedstrijd. Maar ja, ik ben gewoon blij... Met de 3-2 dus. Hoor ik, man. Zondag in de basis? Nou, ik hoop het. We gaan het zien. Keuzes aan de trainer. En ik hoop het wel. Alright, goed, man. Thanks. Alsjeblieft.